Thank you.
Welkom bij de Roy en Justin YouTube Live Show. Wat leuk dat jullie allemaal kijken en luisteren naar deze bijzondere show. Ja, we leven op dit moment in een hele bizarre tijd, want alles gaat anders dan normaal. Inderdaad, jullie kunnen nu komen kijken bij een van onze shows, je kinderfeestje vieren of andere gelegenheden, hè Roy? En omdat we jullie toch willen verbazen met onze magie, dachten we gaan gewoon een live show doen op YouTube. Zeker weten. En de komende 15 minuten gaan we jullie verbazen met onze gave trucs en illusies. En Roy, we gaan zelfs een truc uitleggen. Hoe leuk is dat? Ja, we gaan er een hele gave show over maken. Justin, zullen we gaan beginnen? Laten we beginnen. Daar gaan we! Zo, nou Roy, we zijn nu gewoon voor het eerst live, hè? We zijn live op YouTube. Inderdaad, ik kan alles doen hoor. Ik kan zwaaien, ik kan zelfs jou een duwtje geven. Je kan hier niks meer aan doen, want het is al gebeurd, Roy. Ja, heel leuk, Justin. Heel leuk. Maar daar gaat het nu niet om, Roy. Ik heb namelijk iets anders leuks. Oh ja? Echt iets heel leuks. Wij gaan namelijk nu een truc doen met de kijker thuis. Dat is waar ook. We gaan een truc doen waarbij iedereen thuis mee kan doen. Hoe leuk is dat, Roy? Inderdaad, laten we gaan beginnen. Precies. Let goed op, Roy. Justin heeft hier 6 kaarten. Niet 5, niet 7, nee, 6. Inderdaad. Zometeen draait Justin deze kaarten om. En dan is de bedoeling dat je 1 kaart in gedachten neemt. Niet hard opzeggen of op het beeldscherm drukken. Alleen in gedachten nemen, toch Justin? Inderdaad. Nou, ik denk dat het tijd is, Roy, dat we de kaarten gaan laten zien. Zijn jullie er klaar voor? Daar gaan we. Neem nu 1 kaart in gedachten. Maar 1. Heb je dat? Oké, heel goed. Nu hebben wij dus hier die 6 kaarten, hoor. Schud de kaart, Justin. Oeh, dit gaat goed hoor, hoor. Okay. Lekker de kaarten schudden. Het is allemaal live natuurlijk. Ja. Zo, 1, 2, 3. Ja. Oké, ik denk dat de kaarten goed zijn geschud, hoor. Oké. Nu moet iedereen thuis even aan hun kaart denken. Denk goed aan je kaart en hou hem goed in gedachten. Oké, we halen namelijk 1 kaart uit het spel, hoor. We hebben 1 kaart uit het stapeltje gehad en deze kaart leggen we weg. Futsie, die zien we niet meer terug, hoor. Nee. Maar Justin, ja. Dan kun je de kijker van het hier niet zien. Nee. Maar wij weten welke kaart jij gekozen hebt. Inderdaad, het is natuurlijk eigenlijk een onmogelijke truc, Roy. We houden hier nog 5 kaarten over. En we gaan nu kijken of de truc is gelukt, Roy. Draai om. Is jouw kaart nu verdwenen? Als die is verdwenen, doe dan een duimpje omhoog of laat iets weten in de reacties. Ja. We hebben gewoon een live gedachtenleestruc gedaan bij jullie thuis, hè Roy? Inderdaad. Hartstikke leuk. We hopen dat het is gelukt natuurlijk. Wat gaan we doen, Justin? Nou, weet je Roy, we hebben natuurlijk vorig jaar een heleboel leuke shows gedaan, hè? Zeker weten. Echt mooie hoogtepunten. We zijn bijvoorbeeld bij de Jozefschool geweest. Inderdaad. We gaan nu een van onze favoriete illusies laten zien. En dat is de vuurkop. We zijn begonnen. Yes, de kop is eraf. Maar Roy, we gaan nog heel veel leuke dingen doen deze live show. We gaan zelfs zo meteen de truc uitleggen. Ja, dat is waar ook. Dus ik ga vast de truc klaarleggen. Ja? Dan kunnen we zo meteen starten. Oh, vind ik goed. Hartstikke leuk. Dan zet jij de truc klaar. Vorig jaar zijn wij met trots Nederlands kampioen illusionisme geworden. We zouden eigenlijk dit jaar naar de Europese kampioenschappen gaan in Barcelona. Maar die gaan door deze toestand helaas niet door. Toch willen wij jullie een klein stukje laten zien van de act waarmee we vorig jaar Nederlands kampioen zijn geworden. Daar gaan we. Ice cream.
it up in the city. Got chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself so late. I'm too hot. Dat was de truc van het NK, dus in de Nederlandse kampioenschappen. Inderdaad, ja, we hebben natuurlijk de ladder gezien. Nou, ik moet zeggen, de ladder is, dat meen ik echt, een van mijn favoriete trucs. Ja, ik ben met je eens. Ik vind het een van onze leukste trucs die we eigenlijk hebben. Omdat we het een klein beetje hebben bedacht met onze coach. Ja, we hebben helemaal zelf bedacht. En nou, dat is eigenlijk ook leuk dat we dat er nu nog bij vertellen, Roy. Dat weten inderdaad de mensen thuis ook. Maar goed, dus dan gaan we nu aan ook een leuk moment van deze live show. Wat gaan we doen? We gaan namelijk een truc uitleggen. Is nu het moment aangekomen? We gaan een truc uitleggen. Gaan we voor iedereen thuis gaan wij een truc uitleggen. We gaan het eerst laten zien en daarna gaan we uitleggen zodat iedereen thuis ook kan toveren. Dus na deze show kan iedereen thuis een trucje laten. Kan iedereen een trucje. Wat leuk. Oké, daar gaan we. We gaan beginnen. Deze truc heb je nodig. Een doekje. Het doekje stop je in je vuist. Ja. Let goed op. Zie je het? Ja, ik zie het. Oké, dan gaan we. Gaan verder. Het hele doekje in je vuist. Ja. Dan knip je je vingers. En dan is het doekje veranderd in een ei. Dat doekje is veranderd in een ei. Inderdaad, Justin. Wauw. Zullen we gaan uitleggen? Gaan we nu uitleggen. Voor iedereen thuis, die krijgt deze truc te weten. Ja. Oké. Okay. Daar gaan we. Voor iedereen thuis, wat is nou het geheim achter het verdwijnende doekje? Het doekje zit namelijk in het ei. Zoals je misschien kan zien, zit er aan de onderkant van het ei een gat. Zit gewoon een gat in. Ik heb namelijk een gat gemaakt in het ei, Justin. En hoe ging de truc nou? Daar stop je gewoon het witte doekje in. Dus misschien iedereen heeft thuis nog wel een ei overgehouden van de Pasen. Dan maak je gewoon een gat aan de onderkant en dan kan je deze truc doen. Je hebt alleen nog een doekje nodig. Nou, die heb ik hier. Ja. Het ei stop je in je hand, Justin. Ja. Dan leg je het doekje eroverheen. Ah, en nu kan je niet zien inderdaad dat er een ei onder ligt. Dan zeg je, we gaan een hele leuke truc doen. Een truc met een ei. Dat zeg je. Dat stuk moet je niet zeggen natuurlijk, hè. Okay. Daar gaan we. Het maakt nou uit of je nou een wit doekje neemt of een rood doekje. Nee, dus het maakt niet uit. Gewoon een doekje. Een doekje. Daar gaan we. Theedoek? Nee, geen theedoek. Gewoon zo'n mooi doekje. Ja. Okay. Nog een keer opnieuw. Okay. Ei, ja. Doekje. Het doekje stop je in je vuist, maar eigenlijk stop je het doekje natuurlijk in je ei. Maar je zegt in je vuist, want anders hebben ze hem al door. Inderdaad. Ja. Maar wat zie je nu? Hebben we uitgelegd? Kijk, ja. Het hele doekje stop je nu in het ei. Oké. Okay. Als het hele doekje in het ei verstopt zit, ja, dan maak je een magische beweging. Of je knipt in je vingers. Ja, of je zegt gebakken eitje, gekookt eitje. Nee, scrambled eggs. Geen gebakken eitje, je doet gewoon een magische beweging. Of in je vingers knippen. Ja, of in je vingers knippen. Oké, okay, daar gaan we. Pak je knipt in je vingers en dan, als je je duim op het gat zet, ja, is je doekje veranderd in een ei. In een echt ei, Roy. Nee, het is geen echt ei, Justin. Het is een ei met een gat die ik over heb van de Pasen. Oh. Kijk, Justin, nu kan jij ook toveren. Nou, heb jij deze truc ook? Ja, ik kan hem nu ook. Maar het is nog leuker, Roy, als je een glas van de keukentafel afpakt. Ja? Je hebt het eitje, je slaat op het glas. Ja? En je laat zien dat dit eitje nog een echt eitje is ook. Nou, nu kunnen de kijkers thuis ook een truc natuurlijk, hè? Ja, inderdaad. En nee, jullie kunnen nu thuis ook allemaal een trucje. Ja, of toch niet. Hè? Nee, want of dan is het ook in een echt eitje. Maar, Roy, ik heb eigenlijk nog een leuke mededeling. Wat dan? Nou, we hebben sinds kort in de Roy en Justin merchandise iets nieuws. Iets nieuws? Ja, namelijk de echte Roy en Justin prutselpakket. Prutselpakket? Ja, Justin, dit is geen prutselpakket, dit is een puzzel. Nee, de echte Roy en Justin prutsel, 350 stukjes. Nee, Justin, het zijn tenminste 300 stukjes en het is een puzzel. Prutsel. Nee. Justin? Ja? Een puzzel. Prutsel. Nee, dus doe maar mee. Ja? Zol. 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 Puzzel. Prutsel. Nee, Justin, het is een puzzel. Oké, okay, ding. De echte Roy Justin puzzel. Nu kun je thuis, als ze op de website zo'n ding halen, kan je thuis lekker puzzelen. Het is wel een hele moeilijke puzzel, zeg ik erbij. Ja, maar ik ben er heel lang mee bezig geweest, Roy. Maar het is wel een hele leuke puzzel. Ja, inderdaad. En, Roy, dan is het misschien leuk
dat we nu aankomen bij het volgende gedeelte van onze liveshow. Ja, Justin, we gaan dan met de kijkers laten zien van onze Magic Dinner Night. Oh, die we nu al 4 jaar op rij doen bij de Hubert in Berghof. Helaas gaat het dit jaar niet door vanwege natuurlijk deze omstandigheden. Ja, maar daarom hebben ze wel deze liveshow natuurlijk, hè, hoor. Inderdaad. Maar we gaan de kijkers laten zien hoe zo'n dinnershow er ongeveer uitziet en wat ze kunnen verwachten. Oké, zullen we maar gewoon gelijk gaan kijken? We gaan beginnen. Veel plezier! Dinner show. Inderdaad. Nou, ik zag allemaal lekker eten, Roy. Leuke trucs voorbij komen. Nou, nu weet iedereen thuis ook hoe zo'n dinner show er eigenlijk gaat. Hoe het er ongeveer uitziet. We hopen dat we dit jaar alsnog de dinner show kunnen doen. Misschien met de kerst, dus aan het eind van het jaar. Een Christmas dinner show. Dat zou leuk zijn. Inderdaad. Maar ja, helaas zit onze live show er alweer bijna op. We hopen dat jullie het leuk vonden en dat jullie weer dat we een klein beetje hebben mogen verbazen. Inderdaad. Met onze magie. Ja, en wij vonden het in ieder geval leuk dat iedereen heeft gekeken en geluisterd naar onze show. Inderdaad. Hè, zonder jullie was onze live show er natuurlijk ook niet. Nee, zeker niet. Maar eerlijk is eerlijk, hoor. We hopen toch echt dat we jullie binnenkort gewoon weer in het echt kunnen zien bij een show. Hè? Dat zou wel het leukste zijn, Justin. Gewoon een echte Roy en Justin show met vuurwerk, confetti, licht, geluid, grote trucs. Alles erop en eraan, toch, Roy? Dat zou wel leuk zijn, hè? Zullen we dat gewoon doen als dit allemaal over is? Zeker weten. Dus laten we gewoon hopen op een wonder, Justin. Ja, dat vind ik ook. Laten we hopen op een wonder. Dat vind ik een hele mooie. Maar, Roy, we gaan de kijker nog even verbazen met 1 truc voor ons. Zullen we gewoon gaan kijken? Daar gaan we. Let's go! Ja, dit was het dan.
Het zit erop, de Roy en Justin YouTube Live Show. We hebben een hoop gezien vandaag en misschien wel gedaan, want je kon meedoen met een truc thuis. We hebben jullie wat laten zien van de dinershow. Een vuurtruc hebben we gezien. Van alles eigenlijk, Justin. Ja, ik vond het in ieder geval een hartstikke leuke show, Roy. En we hopen dat jullie het ook leuk vonden natuurlijk. Inderdaad. En wil je ons daar nog blijven volgen in deze tijd? Vergeet dan niet te kijken op Facebook, Instagram, TikTok zitten we ook op, Roy. Dat doen we ook. Maar als je het echt leuk vond, vergeet dan niet te abonneren hieronder op ons YouTube-kanaal. Want dan kan je al onze andere video's ook zien. Dan missen ze niks, Justin. Inderdaad. Voor jullie zeggen wij, dit was het dan. We hopen jullie gauw weer te zien in het echt. En ik wil nog maar één ding zeggen. Tot ziens en doei doei bij de volgende keer. Doei doei! Doei allemaal! Tot ziens voor de volgende keer!